Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, A28 Personeel en Opleidingen, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Hogeveen Mannenmode, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Business Club Hogeveen. Marco Reitsma, 3-0 nederlaag bij Hogeveen vandaag. Maar je zei het net al een beetje van in het voorgesprek. Eigenlijk een van de betere wedstrijden dit seizoen. Ja, voornamelijk gezien de laatste paar weken. Veel blessures gehad natuurlijk. Dus dan moet je veel knutselen aan je opstelling. Dit was vandaag al een heel ander verschil ten opzichte van vorige week tegen Hollandse Veld. Veel meer beleving, veel meer passie. Ja, dat uiteindelijk toch nog 3-0 wordt. Twee doelpunten ver in de blessuretijd. Ja, dat is dan maar zo. We komen gewoon moeilijk tot scoren op dit moment. Dat is het hele manco. Eerste helft hou je goed stand. Eerste 5 minuten krijg je 2 goede kansen tegen. En houdt jullie keeper je op de been, denk ik. Maar daarna hebben we de wedstrijd toch min of meer onder controle, hè? Ja, zeker onder controle. We hadden eerst wel wat moeite met hun 3-5-2 formatie. Ik heb afgelopen weken heel veel beelden vanuit jullie met Hogeveen TV bekeken. Van hoe spelen ze nou eigenlijk? Daar heb je die jongens ook een beetje op kunnen anticiperen. Van oké, zus en zo gaan ze voetballen. Maar toch aanvallen, verdedigen. We hadden vandaag onze rechtsbuiten. Die moesten bijna helemaal tot aan rechtsachter mee. Dat is een van onze gevaarlijke spelers. Dus die zei op een gegeven moment ook al, je kan het bijna niet meer belopen. Maar ja, dan haal je tegelijkertijd een beetje je angel uit het team. Maar toch, hoe ze voor elkaar door het vuur zijn gegaan vandaag, hebben ze dat supergoed gedaan. Je zei het al, beelden veel bekeken. Verrast je het wat dat betreft dat vandaag wel heel erg veel die lange bal werd gegeven bij Hogeveen? Ja, daar verbaas ik me echt compleet over. Ik had echt zoiets van, als dit alleen maar de speelwijze is, dat zat totaal niet echt een gedachte achter. Het was echt puur op het goede geluk, had ik het idee. En ik snap de hele intentie wel. Ik bedoel, wat ik al zei, we hebben heel veel geknutseld aan de opstelling. Met poppetjes op de juiste plaatsen. Uiteindelijk zijn we ook niet heel snel achterin geweest met de laatste man. Of voorstoppen. Daar lag het tempo niet echt in. En als je die ballen dan wel achterin probeert te gooien, snap ik de gedachte wel. Maar ja, je moet niet blind gaan varen op de resultaten vanuit het verleden. Valt toch uiteindelijk die 1-0. Vervolgens zet jij de boel wat om. 3-4-4 ga je geloof ik spelen. Eigenlijk weinig resultaat. Ondanks dat er best misschien wel kansen lagen. Lagen wel kansen uiteindelijk denk ik. Alleen ik vind wel dat we dan op dat moment sneller tot aan de lange bal moeten gaan komen. We zoeken dan veel te snel de korte combinatie door het hele middenveld heen. Dus die bal die moet veel sneller komen. Dan is het ook een beetje het goede geluk dat die bal ook een keertje goed komt te vallen. Maar ja, nogmaals, die fase zit je dan eenmaal. Die ballen die vallen dan net niet goed. Dan in één keer dan zul je zien, dan valt de 2-0 wel. Ja. En dan al 3-0 en de baal je gewoon. Want dat zien de mensen die de wedstrijd niet hebben gezien, denken weer, ja, 3-0. Ja, nou ja, wat je zegt, zo kijkt men er dan vaak wel naar. En CSVC die verliest weer met 3-0, zoals vorig 2-0. Ja, we moeten zelf een keer van die hatelijke nul afkomen qua doelpunten. Want het is voor ons ook wel ontzettend lang geleden dat we überhaupt op voorsprong zijn gekomen in een wedstrijd. Voor mij de laatste keer was het de derde competitiewedstrijd. Dus we praten wel over een week of 7-8 geleden. Nou ja, dat zegt ook al iets natuurlijk. Wat ik zeg, we moeten ons echt vasthouden aan het resultaat van vandaag qua bezieling, beleving, passie. En volgende week tegen de Weide, mijn oude club hier, dus dat moet toch al, ja. Wat dat betreft 2 mooie wedstrijden op een rij, hè? Ja, klopt, ja. De wedstrijd tegen de Weide hebben we nu ook kunnen omdraaien. Ons hoofdveld is nou op dit moment niet dusdanig goed. Nou, de Weide wilde wel meewerken, dus volgende week ook in Hogeveen. En dan moeten we daar de punten maar vandaan halen. Ja. Want je zei het al even aan het begin, die eerste drie wedstrijden van het begin van het seizoen, die waren zeer hoopgevend, denk ik, hè? Ja, klopt. Ja. De spelers zeiden ook al van we hebben nu al meer punten behaald gezien de winterstop van afgelopen jaar. Toen hadden ze 1 of 2 punten en toen stonden ze in één keer op 6 na 3 wedstrijden. Dus toen hoorde je spelers ook wel van wat gebeurt hier allemaal. Ja, en toen kwam in één keer die fase van bekerwedstrijd tegen Genemuiden. Die kun je verliezen natuurlijk, maar toen had je ZZVV nog, Klasina Veen.
Ja, Klaasine Veen had je ook helemaal niet eens hoeven verliezen, maar ja, die verlies je wel. En uiteindelijk kom je net in zo'n fase van alleen maar verlies, verlies, verlies. Ja, dan heb je met blessures te maken, af en toe nog eens een keer een schorsing. Ja, dan helpt het ook allemaal niet echt mee. Als beginnend trainer, tenminste beginnend trainer bij een eerste elftal, krijg je het wel voor je kiezen op dit moment. Hè? En natuurlijk bij Tiendeveen al. Ja, het is wat dat betreft niet de droomstart. Nee, zeker niet. Maar ja, dat is het voetbal, weet je wel. Ik bedoel, je ziet het ook wel bij het betaalde voetbal. Ik bedoel, je moet ook net een beetje het geluk aan je zijde hebben. En ik heb het bij de club CSVC heb ik het heel goed naar de zin. Ik kan verder ook goed op gewoon helemaal opschieten met de spelers en ook met de clubleiding. Ze hebben afgelopen jaar, heb ik al gehoord, ook van de spelers, maar ook van de clubleidingen, diverse trainers al gehad. Nou ja, moet het dan meteen aan de trainer liggen? Ik weet het niet. Maar goed, wat ik zeg, vanaf volgende week tegen de Weide, dan staan we er gewoon weer met z'n allen. En die bal die moet toch een keertje goed vallen, zou je zeggen. Hoe de tijd begint uiteindelijk straks wel te dringen, want ja, je moet eigenlijk bij de eerste 8 eindigen. Ja, die degradatieregel is wel behoorlijk pittig inderdaad. En ik zag nou bijvoorbeeld ook dat de Weide weer had gewonnen van Vitesse. Dus die lopen ook alweer wat uit op je. Dus ja, uiteindelijk moet het niet te lang gaan duren voordat je überhaupt aan die punten gaat komen. Uiteindelijk wat je zegt, de eerste, tenminste je moet bij de eerste 8 komen. Nou, dat is sowieso niet onmogelijk. Alleen, wat ik zeg, die punten moeten wel een keer komen. En de doelpunten natuurlijk. Tot slot, kan het Protoss wat dat betreft ook alweer positief gaan werken? Want CSC is altijd wel een club die het altijd goed doet bij het Protoss-weertoernooi. Ja, dat klopt. Ja. Een van mijn eerste weken bij de club, er was meteen Protoss-weering dat het al helemaal upcoming was. Zeg maar. Dat was juli, augustus dat we zijn begonnen. Ja, zelf heb ik natuurlijk nog nooit die Protoss-weering als hoofdtrainer mee mogen maken. Dus ik ga er straks gewoon optimaal van genieten. Alleen, het is wel zo, ik ben aangesteld voor de veldcompetitie. En het is allemaal hartstikke leuk, dat zaalvoetbal. Het moet allemaal maar op een goede manier gaan aflopen. Hè? Dat je geen blessures en zo, dat het allemaal weer door gaat wegen voor de competitie straks. Dus nogmaals, ik hoop dat de jongens er straks ook heel veel plezier aan gaan beleven. En vanaf 2023, 21 januari moeten we ook alweer staan tegen DKB. Wat dat betreft dan drukke week alweer. Leuk dat je keek naar deze uitzending van Hoogeveen TV. Zoals vaker aangegeven is Hoogeveen TV een eenmanszaakje en allemaal hobby. Hoogeveen TV is en blijft gratis. Natuurlijk moet de apparatuur wel worden onderhouden en worden er andere kosten gemaakt. Wil jij als vaste kijker je waardering uitspreken? Doneer dan een bedrag en word vriend van Hoogeveen TV. Doneren kan door de QR-code te scannen of te gaan naar www.vvhoogeveen.nl/vriendhoogeveentv. Word ook vriend van Hoogeveen TV.